Naast afbeeldingen, tekst en objecten kun je ook video's van YouTube en bijvoorbeeld kaarten van Google Maps op een pagina in je flipchart plaatsen. Zo wordt je flipchart nog interactiever. En het plaatsen van films of kaarten vergt maar een paar eenvoudige handelingen. Open het hoofdmenu en kies voor invoegen. Ga nu naar koppeling en kies voor ingesloten HTML. Je krijgt nu een leeg invulveld te zien. Hier moet je de zogenaamde embedded code voor de film of de kaarten invoegen. We beginnen met een film van YouTube. Open de website van YouTube en zoek de film op die je op de pagina wilt plaatsen. Onder iedere film bij YouTube zie je de knop Delen. Klik daarop. Nu verschijnt de optie Insluiten. Als je daarop klikt, geeft YouTube je de code die je nodig hebt om die film in je flipchart te zetten. Die code moet je kopiëren en dat doe je door er met de rechtermuisknop op te klikken voor kopiëren.